David Jamali van Shakuriki. Je stelt 20 september zal je in strijd tegen Haitley. Een jongen ook dus van de Thai boksenschool van Tori Martial Artgym, dus uit Manchester, Engeland. Tori is dus een Thai bokser zelf. Hij komt uit Thailand, heeft een school in Engeland. Wat weet je van je tegenstander en wat vind je van je eigen mogelijkheden, je eigen kansen? Het eerste is, wat weet je eigenlijk van je tegenstander? Tot ver weet ik niks van mijn tegenstander. Ik weet niks of hij met zijn voeten of met zijn handen, weet ik er niks van. Maar ik weet alleen dat zijn leraar Thailander is. En het zal wel goed dicht bij te vechten, knietjes en zo, al die lopen. Maar voor de rest weet ik niks van. Je weet niks van. Wat denk je met, je weet je eigen mogelijkheden. Je vecht lang genoeg dat je zegt, nou ik weet wat ik zelf wel en niet kan. Iedereen heeft zijn eigen beperkingen, iedereen heeft zijn eigen mogelijkheden. Wat denk je van je eigen kans? Ik geef het gewoon 50-50, maar ik heb me best getraind. Hard voor getraind. En ik hoop dat ik win. Ik win altijd met inzet en zo. Dus moet ik ook proberen te doen. Dus je denkt wel, dus in principe geef je eigenlijk dus wel een tolle grote kans. Dat is ook het beste, je moet dus wel achter je eigen dingen staan. Hè? Ik kom in de ring om te winnen, niet om te verliezen. Oké, nou. We weten dus verder niet zoveel van die meneer Haitley. Ik wens je alle succes die nodig is en ook namens de Nederlandse Kickboxingbond. Ik hoop dat het een zeer geslaagde avond wordt. En we zullen nu verder gaan met een interview van de leraren van de twee mensen die dus de wereldtitel gevecht gemaakt. Bedankt voor jouw interview.